Beste kijker, ook voor vandaag, voor het thema van vandaag, milieu, klimaat, schepping noemen wij christenen dat, heb ik weer eventjes de twaalf programma's doorgespit. Het was weer een klus, ze hebben allemaal weer leuke ideeën en ik zal proberen daar een kleine een ordening in aan te brengen voor u. De PVV wil dat ons landschap beschermd wordt tegen windmolens en zonneweiden. De PVV wijst erop dat CO2 heel een voedingsbron is voor de natuur en dat CO2 dus niet teruggedrongen moet worden. De PVV is tegen het zinloze klimaatbeleid, wat nog onbetaalbaar wordt geacht door de PVV. De PVV spreekt over een obsessief en verregaande strijd tegen de CO2 en die strijd vertoont inmiddels dictatoriale trekjes. Nederlanders worden klimaatschuldgevoel aangepraat en angst voor klimaatverandering. Gas, zo zegt de Pvv, is de schoonste brandstof. En de Pvv wil wel kerncentrales. Ook Forum voor Democratie is erg kritisch over ons klimaatbeleid. Forum stelt heel duidelijk: er is geen klimaatcrisis. Het klimaat verandert altijd. De hogere uitstoot van CO2 leidt, zo zegt Forum, juist tot meer planten en tot hogere landbouwopbrengsten. Stoppen met dit klimaatbeleid. En we moeten ons richten op de aanpassing aan de lichte stijging van de temperatuur. We moeten alle klimaatakkoorden opzeggen. Stoppen met windmolens en zonneweiden en biomassecentrales. Stoppen met bomenkap en gewoon een paar kerncentrales en een thoriumcentrale neerzetten. Al dus vorm voor democratie. Ja 21 zegt dat wij ons moeten aanpassen aan het klimaat in plaats van omgekeerd. Ja 21 wil een nuchter energiebeleid. Stoppen met windturbines en zonnevlaktes en biomassacentrales. Ja 21 pleit wel voor een strikt milieubeleid om lucht, water en bodem schoon te. En zo gezond mogelijk te houden. De SGP wijst op Gods opdracht om de schepping te beheren en niet te exploiteren. Maar ook niet denken dat wij de schepping, de aarde, moeten redden. De SGP is de enige partij die haar verduurzamingsparagraaf begint met besparen. Richting 2050 moeten we een derde minder energie gaan gebruiken, is de SGP-norm. De SGP wijst erop dat een CO2-reductie van 40% onhaalbaar en onbetaalbaar is. Die moet verlaagd worden in plaats van, wat juist veel andere partijen willen, verhoogd. En een overheid die de energierekening blijft verhogen, die open gebieden vult met windparken en zonneweiden, die verliest het vertrouwen, zo zegt de SGP. De SGP is de enige partij die expliciet meldt dat aardgas de relatief schoonste verbranding geeft. En is ook de enige partij die erop wijst dat er meer gas gewonnen moet gaan worden uit nieuwe kleine gasvelden die er zijn. De overheid moet meer geld uittrekken voor ontwikkeling van alternatieven. Aquathermie, geothermie, getijdenenergie. De SGP wil de kerncentrale in Boschland langer open houden en er moeten meer kerncentrales komen. En SGP blijft een partij van boeren en vissers. De SGP vindt het belangrijk dat er een onderzoek komt naar de gevolgen van de windparken op zee.